Het is vandaag een mooie dag. Echt waar. Vandaag is de dag. Nou, nee, vandaag is niet de dag. Vandaag is de dag. Nee, is niet de dag. Vandaag is niet eens de dag. What the fuck doe ik? What the fuck am I doing? Twee dagen geleden, als het goed is, als ik dit upload, dan is het 2 dagen geleden. In ieder geval, 27 oktober was de dag dat ik 5 jaar kering heb met 1 iemand. En dat is Nina. Dit zijn wij. Hallo. Cute. Goals. Nee, geen goals. Gewoon 2 mensen. En seks. Dat komt er ook bij kijken. En dan leek het mij leuk om een video te maken waarin ik gewoon ga rambelen over wat er in onze relatie is gebeurd. En vragen van jullie beantwoorden, want waarschijnlijk hebben jullie de vraag over van Oké, hoe kun je dan 5 jaar? Hoe dan? Je bent 20. What the fuck is dit? Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik heb niks voorbereid. Ik wil gewoon een beetje praten. Laten we het niet al te cheesy maken, maar je gaat wel gewoon de gevoelige Kelvin meemaken vandaag. En dat is ook wel een keer prima. Dat is ook wel een keer prima. Ik ben niet altijd een grapjas. Wel het grootste gedeelte van de tijd, maar niet altijd. Dat was niet eens een hap. Wow. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Nina en ik ontmoeten elkaar op school. En ik weet niet eens hoe. Ik weet gewoon serieus niet eens hoe we elkaar... Ik ben het gewoon vergeten. Serieus. Inmiddels ook al 5 jaar geleden, dus het is niet heel raar dat ik het ben vergeten. Maar we kwamen elkaar gewoon tegen, denk ik. We kwamen bij elkaar op school. Ik zat in de klas hoger. Zij zat in de klas lager. Zij de HAVO. Ik deed VWO. Ik was soort van de coole bovenbouw dude. Terwijl ik mezelf gewoon retard vond en nog steeds vind. En zij was dan, ja, we konden wel oké met elkaar. En de situatie was zo. Er ging een gerucht op school. Er was serieus een gerucht op school dat Nina en ik gezoend hadden met elkaar. En dat was gewoon niet gebeurd. Gewoon nee. Ik zat best wel in die verlegen fase toen. Dus ik wist gewoon niet eens hoe ik dat moest aanpakken. Zo van oké, mag wel. Dat gerucht. Maar ik weet niet eens hoe je een meisje moet zoenen. Ik had het wel dan wel eens gedaan. Maar dan was het anders of zo. I don't even fucking know. Maar we praten wel heel erg veel. En toen weet ik nog wel. Ik ga iets pakken. Dit is mooi. Dit is lachen. Dit heeft Nina mij gegeven toen ze naar Aruba ging. En daar staat op. Sommige roddels zijn te mooi om er geen realiteit van te maken. En daarin staat. Zijn we niet zo bij elkaar gekomen? Love you. Super cute, man. Oh my god, so cute, man. Maar dit is serieus hoe het is gegaan. Namelijk, er waren gewoon roddels over dat wij shit met elkaar deden. En dat was gewoon niet zo. En op een gegeven moment waren we op een feestje. En ik wist dat zij daar was. En zij wist dat ik daar was. En toen in één keer zei ik zo van. Yo, over die roddel. Zeg maar, we kunnen ervoor zorgen dat het geen roddel meer is. And she know what I meant, boy. She knew exactly what I meant. Dus toen gingen we verderop in de straat staan zoenen. Dat was mooi. Was echt mooi. Mooie tijden waren dat, jongen. Vanaf toen hadden we nog geen, niet meteen verkering. Het was gewoon zo van, okay, we hebben gezoend. Wat nu? Wat nu dan? Hoe werkt dit? En toen was het een tijdje, het was gewoon niet aan. Het was gewoon niet aan. En dat kwam omdat ik bang was om mezelf te binden. Want toen ging net het YouTube gebeuren, ging gebeuren. En ik had een soort van bekrompen gedachte van, oké, als ik nu een vriendinnetje neem. Ik ben nog maar 15. En als ik nu een vriendinnetje neem en ik met YouTube gegroeid net. Snap je wat ik bedoel? Je hebt een soort van het geromantiseerde rock'n'roll ding. Van oké, straks heb ik allemaal kijkers en dan is wow man, dan kan ik elke chick die wil en blablabla. Ik ben gewoon eerlijk. Ik ben gewoon eerlijk met jullie. Dat zo werkt het gewoon. Dus toen is een heel lange tijd niet aangeweest, terwijl ik wist dat zij wel op zich wel verkering met mij wou. En toen ging ik er een beetje omheen draaien. En toen was het aan, op een of andere manier. Toen ging ik filmen met haar, want we hadden een meisje nodig voor de video. En dat was zij en toen ging ze daar spelen. En toen die dag zei ik, oh ja, nog even over dat hele verkering ding. Ja. Yeah boy. En Peter was er ook bij. Peter was er gewoon bij. Hoe weird is dat? En toen hadden we verkering. Yay! Dat was ook, dat was 2011. Wow, time flies man. En dan vraag ik natuurlijk af, hey, maar Kelvin, hoe dan? Hoe de fuck heb je ervoor gezorgd dat je gewoon nu en toen en één stuk door? Nou, het antwoord op die vraag is, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is 2 keer uit geweest en dat was eigenlijk allebei om dezelfde reden. Het was mijn schuld. Ik was gewoon een lul. Ja dat, oké, dat was het. Doei. Nee, ik had het uitgemaakt en dat kwam omdat ik dacht van oké, wow, het wordt echt donker. Ik begin te praten en het wordt gewoon donker in dit huis. Yo, het wordt echt, what the fuck? Nee, ik dacht, en dit is een stukje advies van mij. En of je daar wil aannemen of niet, boeit mij niks. Maar, oh ja, nee, het gaat, de zon gaat weer schijnen. Kelvin, life. Ik had het uitgemaakt 2 keer en dat was 2 keer omdat ik niet naar mijn gevoel luisterde, maar naar mijn hoofd. En dat was omdat ik eerste keer was voordat ik naar Amsterdam ging. En de tweede keer was toen ik in Amsterdam was. En ik was hier en de eerste keer laat ik even zitten, want dat weet ik niet eens meer precies waarom dat was. Dat is ook al best wel lang geleden. Yo, maar eventjes. Het weer. Doe normaal, man. Maar die tweede keer had ik het uitgemaakt omdat ik dacht, oké, Kelvin, je wil, ik ben best wel prestatiegericht. Ik ben wel carrièregericht. Ik werk echt fucking veel en dat vind ik fucking leuk en daarom doe ik het ook. Maar, this weather, man, it's unfucking believable. Situatie waarin ik zeg maar mijn perfecte carrière en zo, dan is het hebben van een relatie is een soort van obstakel. Dat dacht ik. Ik dacht van, oké, stel dat ik morgen in één keer naar Amerika kan om echt precies te doen
wat ik wil, dan is er een kans dat ik niet ga, omdat ik nog Nina heb hier en dat wordt dan moeilijk. En op die manier dacht ik, oké, fuck it, ik trek de stekker eruit. Ik weet zelfs, dit is echt zo fucking lame, ik weet zelfs dat ik daarheen ging om het uit te maken. Wow, ik ben trouwens echt fucking real met jullie vandaag. Hopelijk vinden jullie het leuk. Zo niet, ja. Ja, het is meer gewoon, ik vind het niet erg om mijn fouten toe te geven. Want we maken allemaal fouten, dus ik heb ook vaak fouten gemaakt. Hopelijk leren jullie ervan. Maar ik weet nog wel dat ik daar naarheen ging en toen ging ik de film van One Direction kijken of zo. Of de film van Justin Bieber, zo van, okay, gotta keep focused on the career, man. I gotta stay focused on the career. Don't let feelings interrupt, man. Don't let feelings influence. En toen had ik het uitgemaakt en ze was kapot. Dat was niet normaal. Echt een van de meest zieligste dingen. Het is echt, echt kut. Ik vind het echt kut om erover na te denken. En een week of twee weken of drie weken later had ik het weer aangemaakt. En dat kost even tijd. Het was niet zo weer aan. Ik moest er echt wel wat voor doen. Want Nina was niet zo van, oh, je wil me terug? Oké, is goed. Nina is dan wel iemand die dan wel zegt, yo, nu in één keer wel. Laat mij er ook even over nadenken, want ik weet niet of ik dit nog aan kan. En toen was het weer aan. Gelukkig. En dat kwam omdat, heel simpel gezegd, was het gewoon dat ik op het moment dat ik het uitmaakte, ik stopte gewoon mijn gevoelens weg. Ik dacht, ik ga niet over mijn gevoelens nadenken. Ik luister gewoon naar mijn hoofd en that's it. En die gevoelens, fuck jou. En toen achteraf kwam ik er toch weer op dat ik, zo werkt het gewoon niet. En daar word ik ongelukkig van. Dus toen ging ik naar mijn gevoelens luisteren en mijn gevoelens zeiden, ja, Nina is toch wel de persoon waar ik het meest verliefd op ben en die ik gewoon het leukste van de hele wereld vind. Dus waarom heb ik het uitgemaakt? En in plaats van het te zien als een obstakel, zag ik het juist als een manier om de boel allemaal op een rijtje te krijgen. Want ongeacht dat ik allemaal spacende dingen doe en zo, een rare paprika's eten en shit, ben ik wel iemand die heel vaak aan zijn tafel zit. Dus nu ook bijvoorbeeld. Even lekker voelen. Waar gaat dit gesprek heen? Ik weet het niet. Nee, ik ben wel iemand die wel een soort van vastigheid nodig heeft. Dus wel gewoon een soort van steady low level. Van oké, ik kan een paar weken in het buitenland zitten om echt fucking epische shit te doen. Maar ik moet gewoon weer terug naar Nederland. Anders gaat het gewoon. Anders word ik ongelukkig. Ik heb zo jeuk aan mijn neus altijd. Niet normaal. Dus dat is de situatie. Dus mijn advies wat dat betreft is gewoon, yo, luister gewoon niet te veel naar je hoofd. Luister gewoon naar je gevoelens. Als je niet meer echt iets voelt voor iemand, dan is het oké. Dan is het dus blijkbaar op. En dan moet je het niet meer doen. Maar op de vraag, oké, waarom is het nog steeds aan met Nina na 5 jaar? Antwoord is vrij simpel. Ik ben gewoon helemaal stapelgek. En dat komt omdat elke keer als we chillen, is het gewoon oké. En na 5 jaar is het hele roze randje er wel af. Ik weet niet wat het roze randje is ook. I don't even fucking know. Maar na een paar jaar, ja, is het allemaal niet meer zo spannend als eerst. En ik klink echt alsof ik 65 ben nu. Dat is echt niet normaal. Maar wat gewoon chill is, is dat ik kan zo helemaal mezelf zijn bij haar. En zelfs als de camera aanstaat, ben ik wel zeg maar op mijn top level. Dus dan ga ik gewoon chill. Ga ik gewoon praten en dan ga ik gewoon dingen doen. En als ik met andere mensen ben, dan ga ik gewoon, dan ben ik wel mezelf. Maar nooit 100%. En bij haar kan ik gewoon chillen. Kun je gewoon ouwe hoeren. Kun je gewoon grapjes maken. Kun je gewoon een beetje vrijen en zo. Het is echt een feestje. Je moet er eens een keer bij zijn. Nee, dat niet. Dat zou raar zijn. Ja, dat klopt. En wat ook zo is. Kijk, de situatie met Nina is als volgt. Zij woont nu nog steeds in Groningen. Ik woon in Amsterdam. En dan heel veel mensen zeggen, hoe kan je dat? Dat is toch niet normaal? De mooie twee van elkaar vandaan. Hoe doe je dat toch? Wat is je geheim? Het geheim is heel simpel. Gewoon afspraken maken en gewoon afspraken nakomen. En dat is niet altijd goed gegaan hoor. Maar eigenlijk 9 van de 10 keren dat ik nu bij Nina wegga, niet wegga, zo van niet dat ik het uitmaak, maar dat ik zeg, oké, doe je tot de volgende keer. Dan hebben we al gewoon afgesproken wanneer we elkaar weer zien. En dan zien we elkaar ook gewoon. En als het dan eens een keer niet door kan gaan, dat gebeurt. En daar hebben we dan begrip voor. Maar als ik zaterdag bij haar wegga, dan zeg ik, oké, wanneer zie ik je weer? Volgend weekend? Oké, bij mij? Oké, is goed. Dan doen we het dan en dan. En dan werkt het gewoon. Wij zijn daaraan gewend. Dus dat is ons geheim. Tegelijkertijd zijn er mensen die gewoon letterlijk aan de andere kant van de wereld. Ik zie het niet als een lange afstandsrelatie. Als je naar Amerika, zeg maar 2 uur van elkaar vandaan woont, ben je gewoon alsnog bijna buurman. Als je in Nederland 2 uur van elkaar vandaan woont, dan denkt iedereen, oh my god, dat is echt een wereldreis. Nee, ik zit soms 1 uur op de wc. Dat is gewoon de helft van de periode dat ik naar Nina toe kan rijden. Snap je? Op die manier moet je gewoon even denken. Je moet gewoon even zo denken, toch? Je weet toch? Dit is het punt waarop ik onder woorden ga proberen te brengen waarom ik Nina zo chill vind. Maar het is gewoon een gevoel. Alleen het chillen vind ik gewoon, is dat, en dit vind ik het belangrijkste, ongeacht alles wat er gebeurt. Hier in Amsterdam en met YouTube en shit, we staan natuurlijk allemaal onder vuur hier op YouTube en iedereen vindt er wat van. En iedereen vindt vloggers hier en daar en bla 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 en 100.000 views en boeit haar zeg maar gewoon niks. Zij vinden het chiller als ik stop met YouTube dan dat ik doorga. En dat betekent niet dat ik ga stoppen, maar ze zou het niet echt vinden, want dan is klaar. En dat zegt ze ook gewoon, en ik vind ook dat je er gewoon eerlijk in mag zijn. Kijk, natuurlijk wil ze dat ik gelukkig ben, dus daarom gaat ze me niet dwingen om te stoppen. Ik hou niet stoppen. En ze heeft dat ook nooit van me gevraagd. Zou ze nooit doen, dat zou raar zijn op die manier. Dan was ik de verkeerde. Belangrijk is ook, en dit is echt belangrijk. Ik zeg nou niet dat iedereen op zijn 15e een relatie moet aangaan en dat dan voor 5 jaar moet doen. Doe je eigen ding. I don't give a shit. Weet je, het is jouw leven. Wow, dit is... Nee, maar wat belangrijk is, als jij een relatie wil aangaan, prima. Als je single wil blijven, prima. Doe je eigen ding. Don't give a shit. Maar mocht je in een relatie zitten, dan is iets wel van belang. Anders ga je denk ik niet lang volhouden. En dat is, gewoon pick your battle. Dat is een van mijn favoriete gezegdes. Dat betekent letterlijk, als iets het gewoon eigenlijk niet waard is om over te discussiëren, doe het dan gewoon niet. Ga niet vanuit principe de hele tijd een discussie hebben en zo. Nina en ik hebben niet vaak discussies. We hebben niet vaak ruzie. Het gebeurt wel eens, maar niet vaak. En dat komt waarschijnlijk ook omdat we elkaar maar 1 keer per jaar zien. Nah. Daarom kan ik ook zo goed met Peter.
beter samenwerken. Pick your battles. Gewoon als iets het niet waard is om over te discussiëren, pak het dan. Zo van, oh, vorige keer had je je theekopje niet opgeruimd van de tafel. Of Nina zegt dan, je moet de wc-bol naar beneden doen als je klaar bent. Dan denk ik, nee, want jij kan de wc-bol ook naar beneden doen als jij moet. Het is precies dezelfde handeling. Maar ik doe het wel gewoon, want ja, boeien, het is gewoon dit. Ik ga me niet druk maken over dat ik dit moet doen, soort van. Snap je? Pick your battles. Gewoon als iets, als je ergens tegenaan loopt en een soort van discussiepunt, is het eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon niet waard om erover te discussiëren. Het is gewoon niet waard. Je moet gewoon, dan laat je gewoon alleen over belangrijke dingen, daar discussieer ik over. Alsjeblieft, als ik ga discussiëren over het feit dat de fucking wc-bril niet omhoog staat, of dat ik 5 minuten later ben omdat de trein vertraging had of zo, dan ga ik niet doen. En Nina zit ook zo in elkaar van, oké, we kunnen het wel discussiëren over iets, maar boeien. Je moet gewoon even je bek houden soms. The key to relationship success is to just hold your back once in a while, man. Nee, je moet gewoon soms echt even je bek houden. Gewoon jij. Gewoon soms moet je gewoon ophouden. En dat is waarom koppige stelletjes ook vaak dan die ruzies hebben. Want ja, als je koppig bent, dan hou je gewoon voet bij stuk. Ik vind het niet erg om te zeggen, oké, is goed. Wil je dat ik dat nu doe? Want dan ga ik het doen en dat is klaar. Verder is Nina echt fucking mooi, vind ik. Wat jij vindt, I don't know. Maar kijk naar deze foto. Dat is toch niet normaal? Nu gaat mijn editor een foto uitkiezen en ik hoop dat hij een mooie foto uitkiest. Zo niet. Sorry Nina, dat is mooi meegenomen. Verder, ja, weet je, het standaard gezeik over eerlijkheid en zo, dat is allemaal al standaard. Dat is gewoon het fundament van je relatie, anders heb je geen relatie. Oké, done, daar gaan we. Nog iets wat belangrijk is om te weten, dat zeggen Nina en ik ook gewoon tegen elkaar. Van, yo, het kan morgen gewoon uitgaan, hè. We kunnen gewoon ermee stoppen morgen, dat kan. Op een gegeven moment kun je wakker worden en denk je, oké, het is toch niet echt, nee. Ik ben veranderd, hij is niet echt veranderd, we horen niet meer bij elkaar. It's off. Zo werkt het gewoon. Dus ga niet romantiseren van, oh my god, ik ga echt met je trouwen, ik ga echt... We blijven altijd bij elkaar. Zo werkt het gewoon niet. Dat is gewoon wat mijn moeder altijd zei. Mijn ouders zijn letterlijk vanaf hun 15e ook al bij elkaar. En dan vraag ik me echt af, hoe de fuck dan? Maar waarschijnlijk, de kans is best aanwezig dat ik dat ook doe. En dat zou best weird zijn. Maar mijn ouders zeiden ook gewoon van, ja, weet je, we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, als het niet meer leuk is, dan stoppen we ermee. Maar mijn ouders zeggen, ja, ik vind het gewoon elke dag nog leuk. Dus waarom zou ik stoppen? En dat is gewoon hoe het hoort. Ik vind elke dag gewoon lachen. Ook al zie ik niet elke dag, vind ik het fijn dat ik iemand heb die ik gewoon kan bellen, gewoon kan appen, gewoon met elkaar kan horen. I like it. En de seks is ook nog eens goed. Nog 5 jaar, Nida. Dit wordt leuk. I love you. Deze is wel speciaal voor jou. Sorry dat ik geen leuke en emotionele relationship goal video heb gemaakt. Spijt me.